En wat eigenlijk van vandaag gaat gebeuren is... ik denk, wat ik al zei, voor mij heb ik gisteren ook al gemeld... dat jullie dit niet hebben gaan verwachten. Dat klopt. Wat ik ga doen is namelijk vandaag... Super tof dat je kijkt naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Sander Pot, zoals iedereen weet. Ik ben om 5:30 wakker geworden. En het is 6:30 al geweest. Wat ik nu ga doen is lekker wakker worden in ieder geval. En even nogmaals wakker worden. En ik ga lekker, denk ik, shot erbij buiten maken. In ieder geval even lekker wakker worden. En ik denk even lekker gordijnen open. Want het is donker. En ik zat te denken om een shot te nemen dat het hele, dat er ineens licht wordt. Als ik dat ga redden. Maar ja, ik ga eerst even dingen doen achter de computer. En daarna ga ik klaarmaken om erin. Want ik wil wel eigenlijk zeggen dat ik naar werk ga. Maar dat is niet zo, want dan ga ik liegen. Maar dat wil ik ook niet hebben. Want ik ga vandaag wat gebeuren. En ga ik vandaag allemaal op. Uitleggen we wat. En jullie gaan het in ieder geval, als het lukt, zien. Of misschien ook niet. In ieder geval, gaat wat vandaag gebeuren. En dan gaan jullie allemaal wel zien hoe en wat. Ik ga eerst in ieder geval even lekker ook even lunchen. En ik zit nou alleen lekker met een bakje koffie. Ganja die daar ligt. Hey Ganja. Goedemorgen jongen. En dan hebben we vriendin wakker gebeld. Tenminste, eigenlijk heeft ze mij wakker gebeld. Terwijl ik haar net wou... Nou, zij belde mij eerder, terwijl ik haar zou bellen. Maar, oké. Okay. Maar maakt niet uit. Het is ongelooflijk donker in huis, buiten nog. Maar ik weet precies nu hoe laat ongeveer liggen worden. Dat is dus 7:30 en 8:00. Dat is de tijd dat het een beetje licht gaat worden. Ook hebben gezien is dat het weer licht is en ik heb heel veel dingen achter toen gedaan, geopruimd en hier en daar afwas gedaan, was gedaan, was opgevouwen, zo, dat is allemaal weer gebeurd, hopskedee, maar nu even alleen wachten op de video die in de render zit, want die moet nu nog even kijken. Nog ongeveer een half uurtje in de render en dan is hij klaar. Dus dat is denk ik 9:00 klaar, hopelijk. We gaan het zien, voordat hij klaar is. En ik laat jullie weten, ook een lekker bakje koffie. Derde of tweede bakje koffie al. Dat is wel snel. En wat eigenlijk van vandaag gaat gebeuren is... ik denk, wat ik al zei, voor mij heb ik gisteren ook al gemeld... dat jullie dit niet hebben gaan verwachten. Dat klopt. Wat ik ga doen is namelijk vandaag, ik krijg vandaag vaccinatie tegen corona. Ja, dus tegen COVID-19 en ik zeg eerlijk, waarom ik het doe, ga ik het ook even uitleggen aan jullie. Maar dan ga ik even camera voor, ja. Dat is eigenlijk, nou, er gaan verhalen rond. Natuurlijk, als je niet neemt, dat je niks kan. Ik weet niet of het waar is, dus, maar dat gaat rond. En dat je bijvoorbeeld niet naar evenementen kan, dat je niet op vakantie kan. Maar ga ik denken, stel je voor dat het gaat gebeuren, dan kan ik in ieder geval nu wel. En dat is eigenlijk... Dus het punt eigenlijk, één van de punten, ik zeg er alvast bij. Één van de punten dat ik het ga doen. Twee, voor veiligheid van mensen om mij heen. Uh,
Dus vandaar. En kan ik je ook erbij zeggen, dit is mijn eerste. Ik krijg ook nog tweede. Tweede wordt nog gepland. Maar dan wordt, ik ga er dan vanaf vragen hoe dat zit. En wat ik al zei, ik ga eigenlijk proberen om te vloggen. Of het gaat gebeuren, of het gaat lukken of niet. Dan ga je wel deze vlog zien. Dus, maar ik krijg al een beetje tegenop. Niet dat ik hem krijg, maar om de prik zelf. Want ik, ja, prikken, ik denk dat niemand van houdt eigenlijk. Je hebt mensen trouwens, ik weet niet of jullie er ook van een van zijn, dat mensen ook juist van prikken houden. Ik vind het geweldig om geprikt te worden. Dan denk ik van, oké, ja, ik vind het wel apart, maar dan kan diegene niks aan doen, maar ik vind het wel grappig eigenlijk om zo te zeggen. Nou, grappig. Interessant, laten we het beter zo gezegd hebben. Maar ja, ik zit lekker radio te luisteren naar Mattie en Marieke. Ik vind die zo leuk om naar te luisteren elke ochtend. En ik ga nu maar even klaarmaken om denk ik zo meteen te lunchen. En ook lekker even te wachten om render. En lekker nu genieten van mijn bakje koffie. Hier zo. Wat ik eigenlijk ook kan vertellen is nu... Ik heb een cadeautje van mijn moeder. En wat er in die cadeautje krijg. Wat er in die cadeautje zit, is eigenlijk eier. Eier. Timer. Of eigenlijk eier. Eierkoker. Dat was het. Die zit hierin. En ik krijg ook vandaag een pakketje binnen. Maar het is heel toevallig. Die pakketje krijg ik binnen als ik vaccinatie krijg. Dus ik moet even kijken hoe ik dat ga doen. Maar ja, dan ga ik op met mijn begrijp oplossen. Maar wat is dat pakketje? Dat is eigenlijk allemaal versierde nep van mijn nep rozenbloemetjes. Die ga ik vanavond op bed leggen namelijk. Omdat Sanne vanmiddag komt. En wat ik ook heb is... Eigenlijk, wat was er nog meer? En dat is ook... bierrookstokjes krijg ik binnen. En een doos. Want ik heb zo de plastic doos. Met gewoon, ja, eigenlijk om al wel spullen te doen. Wat ik daar van plan ben is, dat gaan jullie binnenkort wel zien. Ik ga met naar boven. Laat het wel dadelijk ook wel zien vanmiddag. Maar dat is voor een reden dat ik mee heb, dat ik er heb gehaald. En nog iets. Oh ja, en je roos volgens mij, als ik goed heb. Dus, maar ja, ik ga nu even lekker, ik heb bakje koffie genieten. En lekker een beetje wakker word ik nog. Ik moet nog een klein beetje opstarten, al ben ik 5:30 wakker geworden. Dus ja, even opstarten. Oh, ik zit helemaal al spanning te wachten. En ja, ik weet niet hoeveelste koffie, maar derde of vierde al ben ik aan het zetten namelijk. Dus ja, en zoals jullie ook zien, ligt er nog steeds sneeuw. Wauw. Hoe lang gaat het nog liggen, vraag ik mij vast. Ik denk dat het ongelooflijk lang blijft liggen. En het is nou bijna een week geleden, het ligt nu al bijna een week. Het is wel minder, veel minder dan eerst, natuurlijk. Maar even nu een lekker bakje koffie. Die kan uit. Maar ja, ik zat te kijken en mijn video is bijna klaar. Gelukkig. Dus die ga ik zo meteen even inplannen. En nog een keer editen. En ook daarna inplannen. Zit ik helemaal terug te kijken naar mijn vlogs? Klopt iets niet. Oh, lekker dan. Jongens. Oh, dat heb ik weer. Thumbnail gemaakt, alles. Er staat mijn vlog helemaal verkeerd. Heerlijk, lekker bezig ben ik. Dus, nou, laat maar zitten. Maar ja, jullie hebben waarschijnlijk al gezien, er is niet iets goeds. Dat er iets niet goed is aan mijn vlogs, dat klopt. Excuses ervoor. Maar ja, ik kan niks aan doen. Ik ga nu even wel opnieuw even editen. Maar dan gaan jullie al binnenkort, dat ik al binnenkort zien. Dat jullie iets twee keer hebben gezien wat eigenlijk niet hoort. Dat klopt.
Maar dit was even een update. Ik wil ook even gelijk melden. Ik zat trouwens net te kijken al en kan jullie vertellen dat ik net gekeken heb op mijn PostNL app. En in plaats van 10:30 komt het om 12:00 mijn pakketje binnen met post. Dus tot en met 2:30. Terwijl het eerst aangaf 10:30 en van 10:30 naar 12:00. Oké. Maakt niet uit. Ik ga erop wachten nog en dan gaat wat anders duidelijk gebeuren. En dat gaat vandaag gebeuren. Ben benieuwd, vind het spannend. Ik zeg gewoon eerlijk. En over 12:30 gaat het alweer beginnen. Gaat het gebeuren. Dus ik ga vast klaarmaken. Ik heb nog een paar minuutjes. Ik zat te denken, zou ik nog hier een koffie nemen? Ik zeg nee, want ik ga wel daarna wel lekker koffie drinken. Dus, maar ja, vandaar. Ik ga nu even lekker wachten tot het gaat gebeuren. De vaccinatie. En dan wacht ik ook nog op de post. Dus ga ik vandaag doen. En dingetjes die daar staan opruimen. Maar doe ik einde van de middag wel. En nogmaals, nu klaarmaken. Voor naar hiernaast te gaan. Zo, ik heb hem gekregen, mensen. Maar alleen vergeet het te vloggen. Maar ik kan wel even laten zien. Ja. Want hij zit daar. Als ik hem kon laten zien, wacht even. Als ik de camera neer kan zetten, kan ik het misschien laten zien. Want hier, kijk maar. Boom. Hij is gezet namelijk. En ik had eigenlijk koffie kunnen drinken, maar dat ga ik nu pas doen. En ik word gecontroleerd door begeleiding. Kan ik jullie al vertellen, voor onzorgelijk te maken. En ik ga nu even lekker koffie drinken. Oh, daar heb ik echt trek in. En ben benieuwd eigenlijk hoe ik me ga voelen, want ik heb tot nu toe voel me picobello. En het is eigenlijk ook alleen afwachten want hoe ik me ga voelen vandaag. Ik voel me gewoon gezond. Ja, komt eindelijk mijn ketje aan. Want ik zie een PostNL busje aanrijden. Zou het eindelijk zijn? Ik hoop ervan wel. Want het is wel de tijd dat hij zou komen. Dus waarschijnlijk dat mijn pakketje aankomt. Nu. Nou, het is even wachten. Ik zie in ieder geval de bus daar staan. Dus dat is mooi, een goed teken. En ik ga nu maar vierde bakje koffie zetten, als ik goed heb. Maar in ieder geval, ik heb het lekker trek in de bakje koffie. Al was opgeruimd. En nu maar wachten tot het pakketje. Die binnenkomt. Zo, de mensen van de ketel zijn geweest. Gelukkig nu. Dat was eigenlijk zo. Het is dinsdag, maar ze zijn vandaag geweest. Dus vrijdag. Vandaag is voor mij ook vrijdag. Voor de mensen die het niet weten. Ik heb ze lekker twee koffie aangeboden. Ze staan op hier zo. Ze zijn al op. En ik ga nu maar zelf even koffie zetten. Weer. Oh, wat ben ik weer koffiekleun. Zeg, kneuters. Oh. Ja, ik ben gewoon, ja, ik hou van koffie. En weet je, dit is trouwens zo prachtig weer. Terwijl het sneeuw ligt, ik denk dat dit is al gemeld. Het weekend, jullie hebben al gezien als natuurlijk dat sneeuw weg is. Of, vermoed ik. En ik hoor hier een gerommel, dan ben ik benieuwd naar. En hij is nu aan het werk. En die is eraf. Ik weet niet of jullie zagen, maar die is eraf gevallen. Nou, dan ga ik even denk ik zo meteen melden als ik niet vergeet. Dan ga ik even dadelijk even zeggen tegen ze. Want ze zitten nu boven namelijk. Dus. We'll be right back.
Ik had trouwens iets besteld bij met Valentijn. Alleen, dat komt morgen. Maar, ik heb een probleempje. Ik moet even iets oplossen. Hoe ik dat aan ga pakken. Maar, er is iets met Valentijn's pakketje. En dat komt waarschijnlijk morgen. Maar ik wil dat eigenlijk een verrassing nog van mijn vriend voor Sanne. Maar dan moet dit pakketje nu al zijn. Maar ik zit te twijfelen. Wat ik zou doen. Want het zijn twee redenen. Of het pakketje is bij PostNL of bij ophaalpunt. Of dit is bij nog dat er morgen echt komt. En ik zit te twijfelen. Wat zou ik doen? Dat maakt zo moeilijk, hè? Wat ik ga doen. Ik zou echt niet durven zeggen, eigenlijk. Ik hoop dat ik wel op tijd binnen is. Want anders heb ik er niks aan. Want eigenlijk moet hij vandaag komen. Ik moet het vandaag hebben, namelijk. Ik zit te twijfelen, wat zou ik doen? Weet je, ik ga gewoon een poging wagen om dadelijk heen te gaan. Om ergens te helpen halen, pakketje. Dus, ik hoop dat het dan binnen is. Omdat hij daar ligt. En als pech. Nou, dat heb ik ook geen nut gehad. Want ik kom eraan, zie ik erop staan, winkel dicht. Lekker handig. En ik krijg berichten binnen. En ik was toen ik net wegging ook wel bezig met koffie zetten. Was goed te zien, niet gezet. Ja, nu wel. Zo. Maar apart weer. Maar ja. Wat ik ga doen is sowieso maar even lekker relaxen achter de computer. En wat ik net over had over Valentijn. Ja, balen maar. Moet maar wachten morgen. En ik ga denk maandag even ook maar eens voor Ganja dierarts bellen. Afspraak te maken. Eerste bijwerking is gekomen en dat is dat ik nu last krijg van mijn arm. Dat is het enige tot nu toe dat ik ergens last van heb. En het voelt eigenlijk een beetje als beurs eigenlijk. En dat is het. Ik heb er verder niks aan de hand. En ik heb het geëmd naar begeleiding, want die willen weten wat van om gaten te houden worden. En ja, dat dus. En over een paar uur, kan je eten geven. Die zit al hier te trappelen om te eten, hè, Ganja? Ben je alleen een beetje te vroeg voor? Hé, boef? Maar ja, dus dat is het enige deel. Ik wou ook even tegen jullie melden. Maar ik wou hem wel echt enorm van. Een cadeautje dat ik te laat aan heb gepakt. Helaas. Ja, ik heb nu zijn laatste bakje gezet. En dan ga ik klaarmaken om Sanne te halen bij John. En daarna ga ik gelijk richting mijn moeder. En eerst ook even lekker een bakje koffie nog drinken. En het is nog gevoelig, mijn arm. Dat kan ik heel vast zeggen. Ik denk dat we even een paar dagen al last blijven houden. Of een dag. Meestal, ik heb voor mijn eerder dit gehad. Dus ik ben hier sowieso aan gewend met deze. En verder voel ik me heel erg gezond. Fit. Tot nu toe. Dus het is allemaal even nu aankijken hoe ik voel. Tot nu toe. Ik ga nu lekker klaarmaken om lekker naar bed toe te gaan. Ik heb een superleuke dag gehad. We hebben vandaag lekker bij mijn moeder gegeten. En ik hoop nu dat hij echt goed dicht gaat. Ja, ik kom er net bij. En dan kan ik even een update geven over hoe de situatie zit. Het enige wat ik nu nog steeds last van heb is mijn schouder en verder gewoon eigenlijk niks. Dus, ja. Dus dat informatie. Dus weet jullie dat ook weer voldoende. En ik ga nu lekker klaarmaken om lekker in bed in te gaan. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken naar deze vlog. Vonden jullie deze vlog leuk? Doe sowieso even blij duimpje omhoog. Ben jij trouwens nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Zou het tof zijn als je niet meteen abonneert. En zeg ik alvast veel kijkers weer gewoon een nieuwe vlog. Om 1 uur. En dan zeg ik hierbij laters. Oh, heerlijk, zeg ik de knijters. Oh. Lekker met z'n leven, met de pilsfeestje chillen.
lekker zitten kwebbelen, alles en nog wat. Wauw, ik vond het zelf wel leuk. Ik ga even lekker kijken, ik vind het wel een leuke intro.